hebben we eigenlijk niet te veel prijsvragen op Gamersnet. Je zou bijna zeggen van wel, want het is weer tijd voor een super dikke giveaway. En het is wel, je zag het al, de Limited Edition van Hitman. Gewoon Hitman, hij heeft geen subtitel meer, maar het is wel de nieuwe Hitman. En we gaan hem even unboxen en we gaan hem weggeven. Er komen allemaal moeilijke regels straks aan te passen, want je moet het wel verdienen om dit te winnen. En het is wel hierom. Het is namelijk gewoon echt een super vet pakket. En hey, we hebben een keer vooraf werk gedaan. We hebben al de stickertjes los gesneden. Dus super handig. En oh, ho. Wil je Square Enix member worden? Moet je dit pakket winnen? Kun je een code invoeren dat je super legit Square Enix dingen kan op de site of zo? Volgens mij hield ik mijn vinger helemaal scheef. Dus iemand heeft het nou gekregen. Je krijgt natuurlijk de game zelf. Het is een digitale code. Je krijgt helemaal geen disc. Dus dat is eigenlijk wel heel apart. Kijk, die doos, er zit gewoon niet eens een schijfje in. Nee, het is echt alleen die code. Ik ga de code wederom niet laten zien. Dus pas op. En wat ook leuk is, in dit pakket krijg je de Requiem Blood Money Pack erbij. Dat is een add-on voor Hitman, dat je eigenlijk rond kan gaan in wat toch wel Agent 47's vetste suit ooit was. Dat was in die laatste acte van Blood Money, dat hij helemaal in het wit was. Ave Maria, zo op de achtergrond. Kan die zingen, dat was echt een super vette missie, dus dan kun je weer terugdenken aan die missie met deze add-on. En nou ja, kijk, je hebt het al kunnen zien op Gamersnet, we hadden het nieuws natuurlijk al. Super mooie Agent 47 rode stropdas die je erbij krijgt. En dat is niet het enige, want je krijgt ook nog om je stropdas helemaal uit te pimpen, krijg je... Oh god. Maak het niet kapot, Tom. Sorry, je krijgt trouwens ook deze doos opgestuurd. Er zitten al heel veel breuken in en dergelijke. Maar dit is een Agent 47 stropdas gesp, denk ik dat het is. Ik weet niet hoe je het precies noemt, maar je kunt in ieder geval zo... om die stropdas om hem een beetje recht te houden, want je moet natuurlijk wel je stijl een beetje... on point houden. Of zoals de jeugdigen vandaag zeggen, on fleek. Wat natuurlijk ook vet is, je krijgt er een heel boek bij met natuurlijk verschillende witte pagina's. Logo uiteraard. Maar wat het belangrijkste is, is allerlei verschillend artwork van hoe ze die game gemaakt hebben. Hoe bepaalde scènes tot stand kwamen. Weet je, de sfeer toch, het ziet er toch vrij duister en moeilijk uit. Nou ja, daar kun je even mee in de stijl komen van het spel. Krijg je er zo bij. Zal ik even ook zo... mooi on display zetten. Kijk jongen, het is alsof die jongen dit doet voor geld of zo. Oké, dat terzijde. Ga dit even aan de kant. Ik probeer het netjes te houden mocht je het winnen. Sorry als dat niet lukt. Ik denk dat we dit gaan sliden. We gaan dit sliden. Oh god, ik durf dit zo niet. Oh, als ik het mol. Oké. Oké, de doos gaat even hier naartoe. Mooi opvouwen. Werk netjes, mensen. Oké. Dit is natuurlijk wel een beetje het pronkstuk van deze hele Collector's Edition. Er zit piepschuim in. Wauw. Dan hoop ik wel, dit is natuurlijk wel de bovenkant. Oh god. Je wilt niet weten hoe bang ik nu ben. Laat het niet vallen, Tom. Oké. Oh god, nee, nog meer plakband. We hebben ons voorwerk voor het eerst gedaan en nu krijgen we dit. Waar is dat ding? Jij hebt hem, thanks Pete. Je hebt altijd het antwoord voor me. Wat ben je het ook weer behulpzaam. Oké, we gaan het even lossnijden. Dit is dus ook al gebeurd als je dit pakket wint. Sorry dat je dit genot niet krijgt van het lossnijden van het piepschuim. Wat is dit voor puzzel, man? Er zitten zelfs van die hoekstukjes in die ik nog even moet doen. Hey, kijk eens aan. Zo, de knetter. Het is echt groter dan ik dacht. We hadden natuurlijk het nieuws al van... Nee, netjes. On point daar. We hadden het nieuws natuurlijk al van hoe deze Collector's Edition eruit zou zien. En wat je erbij zou krijgen. En nou ja, toen de grootte stond van dit statue... Toen had ik eigenlijk ook niet verwacht dat het zo'n massief ding... Oh, kijk, hij schopt er gewoon al doorheen. Hij wil vrij zijn. Kom maar, Agent 47. Kom maar. Oeh, zo. Ruikt goed. Dit is hem dan, Agent 47. Zo hebben we hem natuurlijk ook gezien in de trailer van Hitman. Heel erg vette statue. Best wel, in het detail, best wel chic. Want kijk ook eens even... naar die o zo mooie en iconische barcode achter op zijn hoofd. En natuurlijk de Silver Balder die we allemaal kennen uit de eerdere games. De meest iconische handpistolen ooit uit de game-industrie. En hey, je kunt je ook gewoon uitdossen zoals hem. Want je ziet hier de miniatuur stropdas. Ik krijg er ook nog bij, weet je dat nog?
keimooi. Het leuke is, we geven dit complete pakket en de game dus weg. Maar dat gaat met een aantal speciale regels. Want ja, inderdaad, we geven een heleboel dingen weg. En vaak is het, oh, roep maar iets en dan kun je winnen. Deze keer gaan we het iets anders doen. We willen namelijk wel dat iemand die dit echt verdient uiteindelijk wint. En dat wil zeggen, als je kans wil maken op deze Collector's Edition van de nieuwe Hitman, dan moet je reageren onder elk artikel slash video wat in onze themaweek van Hitman zal verschijnen. Dus er komt een retrospective aan, er komt een hele toffe Hans Otjes video aan, er komen nog een aantal andere toffe dingen aan en die kun je vanzelf zien op gamersnet.nl als de themaweek draait. Dat is in dit geval nu al, want deze video staat live, dus je kunt naar gamersnet.nl. Check even al die video's, laat daar een toffe reactie op achter en alleen op die manier kun jij dus winnen. En dan maak je de kans op dit hele pakket. Dus al die video's, al die speciale artikeltjes, het zijn er niet zo heel veel, dus het is ook weer niet zo moeilijk. Maar we willen gewoon even kijken of we jullie kunnen prikkelen voor niet alleen een prijsvraag, maar ook van al die andere toffe video's die we maken rondom de nieuwe Hitman. En without further ado, je moet even hieronder reageren. Die video's, ga je ding maar doen, maak je kans op. Agent 47, de nieuwe Hitman en het eerste stuk om onze kale moordenaar te kunnen cosplayen. Ik kan hem eigenlijk even om moeten doen.